come and get it. Hallo mensen van YouTube, leuk dat jullie kijken. Vandaag ga ik een server tour doen. Maar niet alleen, want vandaag zijn we hier met, je ziet hem al achter de pilaar staan. Hi! Kom er tevoorschijn. Hij gaat samen met mij vandaag de server tour doen. Nou, hij is ook co-owner, dus dat komt goed uit. En vandaag gaan we even server tour run, wou ik zeggen. Maar dat is geen Nederlands woord. Laten we gaan server touren. Ja. Wacht, dat kan dat? Kan dat? Volgens mij wel. Idee. Laten we gewoon zeggen dat het kan. Ja, oké, we gaan vandaag de server touren. Nee, weet ik veel. Oké, we gaan gewoon beginnen. Ja. Als je spant, dan moet je even register, wachtwoord doen. Mm-hmm. Want het is een cracked server en het is nogal handig. Want anders word je zo meteen gelijk gehackt. Nou, niet gehackt, maar dan kunnen mensen op je account en dat wil je niet, geloof ik. Ja, nee. Maar bijvoorbeeld dan gaan ze op mijn account en dan gaan ze de spam opblazen of dan gaan ze trollen. En dat moeten we niet hebben. Nope. De regels die komen ook nog ergens. Maar ja, nu zijn er nog geen regels, dus je mag lekker hacken en dan... Nee, grapje. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar er is al zelfs iemand geband, hè? Ja, oh ja, die Hotfun. Mag ik zijn naam zeggen? Ja, natuurlijk. Hotfun 3. Hij ging helemaal schelden met KK en eten en zo. En toen snap hem gewoon. Ja, als je dat gaat doen, dan krijg je ban. Nou, we hebben hier Kid PvP en leuke teksten erbij. Nou, ja. Dus dat is het. Die ik heb gemaakt. Nee, die heb ik gemaakt. Helemaal niet. Die kip, wat? Nee. Ja, deze letters. Maar dit PvP, kies deze, de grote letters. Hier, deze dingen heb ik. Oké, die heb je gedaan. Parcours, ja. Jump, don't fall. Staat die is nog niet af trouwens, dus je kan, nee. Je valt gewoon sowieso. Nee, je valt niet. Je kan niet eens vallen. Oh, mijn hertog gaat hem door. Taflist en kingdom, veel plezier. Oh, mijn hertog is er weer. Yay. Oké. We gaan staf laten zien. Staflist. Ja. Stop. Dan kom je hier aan, op de rode loper. En dan druk je op de button. En er gebeurt eigenlijk niks. Eigenlijk zouden we alleen bij stafs rode loper. Oké, ja. Nee, eigenlijk niet. Hij staat er al. Co-owners en owners. Nou, ik ben de owner. Oh. En, F5, screenshot. Daar staat de co-owner al. En de andere co-owner, die hebben we. En binnenkort komt er trouwens nog een owner online. Nog alleen, een owner, omdat, oh my god! Omdat hij nog zijn nieuwe PC niet heeft, is hij nu nog even niet online. Want hij moet eerst even zijn nieuwe PC krijgen en dan komt hij online. Mm-hmm. De andere co-owner is Gubo10. Dan gaan we naar de admins. Nee, de helpers. Helpers, ja, die zijn er niet. Maar die hebben we nog niet. Die kunnen dus, jullie winnen op... Ja, yeah, ja. Yeah. Met iets wat we nog niet gaan vertellen. Dat is nog een verrassing. Maar dus als je echt leuk vindt om mensen te helpen, word dan helper. Vraag het even aan ons. Niet spammen in de chat ook. Als helper krijg je TP en fly als het goed is. Ja, dat je naar mensen je kan TP en helpen en zo. Ja. Het admin is Jim123. Ook ons. Ja, dat is de het admin en normale admins. En technicus is hij ook. Hij doet alle plugins en zo. Kijk maar, mijn naam. Oh. Ja, hi. En gewone admins zoeken we ook nog. En zoals je al ziet bij moderator niks. Dus we hebben nog helemaal niks. En dan nu, de moderators. Ja, dat had ik nodig, denk ik. Oké, warp, old spawn. Ja. Dan gaan we nu even alle kingdom namen even doorlezen. En... Laten we die verrassing niet laten zien voor die helpers. Want daar krijgen we alleen maar lag van. En dan gaat alles exploderen. En dan gaat iedereen huilen. En... Snap wat ik bedoel. Ja. We hebben Endoria, Godena, Lucem, Doric, Empyreon, Maldania. Er komen nog 3 kingdoms bij. Mm-hmm. Maar dat komt allemaal nog. We zijn nog lang niet klaar met de server. Maar jullie kunnen al wel joinen. Server door. Hashtag join Lucem. Hashtag join Endoria. Hey, dat is een goeie. Nee, dat kan allemaal niet, want wij zijn alliantie, jongen. Dat kan allemaal niet, joh. Niet doen. Swag. Hey. Oké, maar... hier komen ook de regels. En hier komen ook nog meerdere dingen. En hier komt de Empire Wand. Kijk, die kun... Oh, broer. Kan ik hem ik op? Heb hem. Nee.
Hé, hey, misschien kunnen we ook even onze kingdoms laten zien. Dat ze een idee hebben van hoe alles eruit ziet. Ja, we gaan eerst mijn kingdom laten zien. Ah, come on. Oké, vooruit. Grapje, nee. Ja, wel. Nee, ik vind het nergens. Nee, grapje. Owners voor. Oké, slash home. Wacht, gaan we nou naar jou? Nee, tp maar gewoon naar mij. Oh, slash tp, anders. Ja, ben je? Oh, ben ik er al? Ja, nu wel. Oh, ja, yeah. Dit kingdom heb ik helemaal zelf gemaakt. Ja, even applaus. Woehoe! Nou, niet helemaal trouwens. Nou, de farm en de dinges heb ik niet gemaakt. Maar ja, dat maakt niet uit. Hier heb ik drie huizen. Het is nog lang niet af voor mijn kingdom. En dit is het huis van mijn hertog. Ik vind hem best wel een beetje vaag gebouwd. Het is heel anders, laten we het zo zeggen. Hey. Het is anders. Het is mijn naam spotten. Het is uniek. Het is uniek. Ja, oh, wacht. Okay. Ja, het is hier heel anders. Laat maar. Ja, dan heb je de poort. En dan heb je mijn troonzaal. Maar wat plan je om nog te maken? Kijk, hè. Waar ik nu... Oh, moet ik wel even... Kijk, waar ik nu op sta, hè, dat is mijn chestroom en vergaderzaal. En dan zou je denken, zo klein. En dan zou je denken, what the fuck? Die kan naar beneden. En ik vind dat ik dit wel een beetje episch heb gedaan. Ja, vind ik ook wel een beetje. Als je naar links gaat, heb je de chestroom. Er is nog helemaal niks ingecheat, helemaal niks. Kijk, helemaal niks. Alleen een paar dan. Er is niks ingecheat, want ik heb daar ook nooit van. En hier hebben we de vergaderzaal. Nou, hier zit ik. En daar zit mijn hertog. Ik zei mijn hertog. Niks, ik ga al. Eet jij mijn hertog, hè? Eet jij mijn hertog? Ik ga wel dit keer een stoeltje zitten. Zo. Dat is beter. Auw. Okay, ik stoot meteen in het terug. Hou even mijn troonzaal laten zien. Ik stoot meteen tegen de box. En die is hier rechts. Nou, dit is mijn troonzaal. Troonzaal van mijn hertog. Mijn hertog. Oh, nee. Oh, het is ineens dag. Dit is mijn troonzaal. Hoi koning, hoi. En dat is een beetje, want ik ben nog niet klaar met mijn kingdom. En dat moest allemaal, want ik moest de span en alles doen. En kijk, kijk. Let op. Oké, we gaan nu naar jouw kingdom. Ja, slash home. Wacht, niet gelijk tp, nog niet tp nou, oké? Ik wil eventjes bij het begin beginnen. Start from the bottom now. Oké. Ja, ik denk dat ik gewoon op de brug ga beginnen. Ja. Oké, tp maar naar mij. Oké, dit is dus de brug. Dit is Lucium. Welkom in mijn kingdom. Dit is Lucium, ja. Maar... Gebouwd door ik, mezelf en mij. Maar wat is de achtergrond dan? Of laat je dat zo meteen zien? Dat is het geheim eigenlijk. Nee, dat is het land van mijn hertog. En daar is ook de opslag en all the shit. Dat is wel vet. Oké, laat je zo meteen zien. Ja, laat ik zo meteen zien. Laten we eerst even de huizen zien. Dit zijn gewone huizen. Dit is echt heel groot. En dit is gewoon voor een burger. Dus hier mag je gewoon wonen. Dat is allemaal voor jou. Het zijn redelijk grote huizen. Ja, dat zie ik. Hey, ik zie er iemand. Er zijn al een paar dingen. Of is dat een paard? Nee, dat is een paard. Dat is een heel barn. Er zijn al vier huizen bewoond. Ja, vier huizen. Ja. Dan hebben we hier ook een café en een kerk hier zo. Wacht, ik wil even die kerk laten zien. Kerk. Waar ben je? Oh, zo te zien is er iemand achter. Wauw, er is iemand. Hierachter. Dat is mijn hertog. Hoi hertog. Zeg ze hoor. Oh, dat kan hertog. Niet. Hertog. Huh? Hey, hij ziet ons niet. Hij ziet ons hertog. Niet. Hertog, zijn we vanish? We kunnen maar gaan trollen. Kom, we gaan... Nee. Laten we dat hertog. Voor een andere keer doen. Hertog. Ja. Ziet hij je? Hoi. Yay. Hi. Oh, fuck. Oké, je sloeg hem, maar ja. Hey, nice gedaan, man. Ik heb hem gehield. Hier staat de priester. Ja, halleluja. Oké, laten we gaan. Hi. Nou, hier heb je de kerk. Hey, wel de deur dicht achter je dicht doen. Nee, ik ben niet in de kerk geboren. Nee, daar ben ik ook niet geboren. Oké, mijn hertog verpest nu alles, maar... Nee, joh. Kom maar goed. Laten we even het café laten zien. Nee, het café, dat boeit niet. Dat doen ze niet in. Ligt eraan een beetje dat ze je kingdom zien en zo. En dan hier zie ik een mine. Nou, ik wil wel even naar huisjes, torens. Okay. Hey, waar ben je? En heb je troonzaal? Heb ik wel. Oh, hier. Je bent er al. Ben je hier? Ja, ik ben er. Wel gewoon even start from bottom now. Oké. Waarom staat hier een random crafting table? Oké. Nou, laat maar staan.
Ik heb een troonzaal en een eetzaal ineens, zoals je kunt zien. Dus daar ga ik hier zitten. Oh, en dan kunnen hier soldaten zitten. Ook ja. Of alliantes. En die kunnen dan bijvoorbeeld advies geven aan mij over dingen. En als we dan klaar zijn met discussiëren, dan kunnen we naar de... Dan kunnen we naar de eettafel, die staat achter je. En wat is hierboven dan? Dat zou ik zo laten zien, nog niet heen gaan. Oh. En dit is de eettafel. Ja. Lekker eten, ik loop gewoon op de eettafel. Dit is de vuurplaats, dus alles blijft lekker warm hier. Kan je lekker de console branden. En als we hier naar boven gaan, ga jij maar eerst. Vooral mag ik weer wat hier. En ik viel bijna van de trap af. Ja, ik moet hem even wat veiliger. Wow. En dit is mijn koninklijke verblijf, dus mijn huis eigenlijk. Het is nog niet af hoor, maar... Nee, dus... En vanaf hier kan je ook in de torens. Er komt nog een ladder omhoog, dus dat is... Oh, dit is ook zo'n soort... dit is een soort troonzaal en ook een soort elite deel. Dat je hier met een oorlog kan zitten. Dat de koning veilig kan zitten. En zoals je kan zien heb je wel hier een mooi uitzicht. En hierboven ook. Ja. Over de hele stad eigenlijk. Dus als je even hier komt staan, dan kan je... Ja, ik heb dat al gezien. Een molen heb je hier ook nog. Maar laat het deels van je hertog zien, dit eiland. Ja, dat is eigenlijk geheim, want er is de opslag. Maar... Oh, oké, okay, nee. Maar ik kan wel even dit huisje van mijn hertog laten zien. Dat is wel een mooi. Huisje? Nou, dit. Oh, dat grote, oké. Okay. Waar ben je? Oh, daar. Ja, dit is eigenlijk het huis van mijn hertog. Het is nog niet helemaal af. Kijk, hij heeft hier een troonding gemaakt ervan. Mag wel van mij. Okay. Dit huis heb ik zelf ook gemaakt. Het is origineel, is het eigenlijk van deze dude over hier. Deze. Maar ik heb het zeg maar een beetje in mijn eigen stijl veranderd. Zeg maar. Ja, dat klopt. Want dit is niet meer mijn... Oké, ja, dat was het denk ik wel een beetje. En die hertog komt nu naar mij toe. Misschien kunnen we een keertje PvP tegen elkaar doen. Om af te zetten. Of zullen we dat voor een andere keer bewaren? Dat doen we wel een andere keer, joh. Oké, dus dan even op een drie, met z'n drieën naast de rijtje staan. Nee, wacht. Nee, we komen wel naar hem toe. Nee, kom. Oké, zo, ja. Stil naast ons staan. Naast ons, niet in. Nou, dit was dus de Kingdom Server Tour. Mm-hmm. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. Abonneer even op mijn kanaal. En like deze video. En ik heb al wat bedacht. Ik hoop te kunnen dat elke zaterdag komt er een Kingdom Server online. Mm-hmm. Of Kingdom Storyline bedoel ik. En wat ik ook wil gaan doen op mijn kanaal is tutorials. Dus ik dacht... om elke woensdag tutorials te gaan doen. En ja, in die tussendagen gewoon wat minigames of zoiets op Hypixel of zoiets. Dus de uitkering. Nee, niet reclame maken voor andere dingen. Nee, maar ik zeg wel. Oké, is goed. Nou, in ieder geval, bedankt dat jullie keken. Vergeet even niet te liken. Ja. Want dat motiveert mij nogal. Mij en, ook. Ja, en dan zie ik. En mijn hartelijk oké, dag. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Ik denk een nieuwe video van een surftour. Ja. Nou, ik weet niet of we dan een surftour kunnen. Nou. Misschien kunnen we iets van PvP, maar dat zien we dan wel. Kan ook. Ja, okay. Kid PvP tour of zo. In ieder geval, leuk dat jullie keken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag. Doei.